na de gewonnen periodetitel in de play-offs in 2010 wilde FC Eindhoven het succes natuurlijk voortzetten. Er werd flink gewerkt om de club te laten groeien. Dit resulteerde uiteindelijk in een recordseizoen in 2014-2015, waar naast een periodetitel ook een tweede plaats werd behaald met een recordaantal van 80 punten. Wij spraken met enkele hoofdrolspelers uit die tijd. Toenmalig technisch directeur Hans Smulders en met sterkhouders Maxime Gunst en Friese Schilder. In het stukje waarin niemand op dat moment bij Eindhoven wilde voetballen, hadden we het idee, als we nou ergens op in gaan zetten, één, over hoe krijg jij spelers? Hè? Het moet vaak regionaal gebonden zijn. Het is niet anders als in de huidige tijd over de middelen die de club heeft. Hè? Dus dan gaat het vooral over waar ga je inzetten. Ik had een idee, als je de scouting goed voor elkaar hebt, dan weet je in ieder geval welke spelers, talentvolle spelers er zitten. We hebben de gebieden aangeduid, dus welke markten zijn er. Nou, vooral de Belgische markt. Al hetgeen wat hier in de regio speelde, Helmond, PSV, Willem II, toen de tijd Fortuna. We zorgden gewoon dat we wisten welke spelers bij PSV uit de opleiding kwamen. Ik kende alles van het Belgisch voetbal, want ik werk nog steeds in België. Dus we hadden heel veel contacten, ging heel veel wedstrijden kijken. En we hadden eigenlijk het geluk in de tijd dat Michiel Pieters toetrad als voorzitter in de club. Heel veel met Michiel gewerkt, samen met Bart en Tom. Dat waren, de mix was eigenlijk hetzelfde met het bestuur. Hè. Dus je had Ed, Guido. Heel veel mensen die die Eindhoven warm hart toedroegen. Maar ook vonden dat het anders moest. Nou ja, uiteindelijk was Pieter de stabiele factor. Hè. Pieter van der Leegte is samen met Stan van Ganswinkel. Er is Huub bijgekomen. Dus ze liet eigenlijk het voetbal volledig bij mij in de voetbaltak. Dus dat hebben we veranderd. En dat was één belangrijk punt. De aanzet is geweest Mark Brijs. Die heeft, ik vond als jij als club zijnde spelers naar de club haalt, hier ging het niet over het geld verdienen, hier ging het over ontwikkelen. En we kregen dat goed voor elkaar. We gingen veel meer trainen, veel meer dagprogramma's maken. Dus in plaats van ik zeg maar iets, 6 momenten in de week, 8 tot 10 trainingsmomenten. En daarin hebben we alles weggezet in de tijd toen Ernest Faber kwam, om alles bouwen met talenten, met de bouwstenen, voor iedereen duidelijk te maken waar Eindhoven voor stond. Nou, en dat is eigenlijk elk jaar verbeterd. En uiteindelijk in het seizoen waar het nu over gaat, de tweede plaats met 80 punten. Want je zegt zelf al bouwstenen, dat was echt een beetje het begrip wat om jou heen hing. Waar is eigenlijk vandaan gekomen? We hebben op het moment dat Brijs hier was, hadden we ingezet op veel meer trainen. Hè. Dus daar gingen over soms 2-3 trainingen per dag. En toen Ernest kwam, hebben we visies met elkaar gedeeld. En Ernest had het idee, als we het nou wegschrijven en we benoemen dat, wat ga je er nou aan ophangen? Uiteindelijk is het allemaal nieuw spannend, je kan het noemen hoe je het wil. Maar bouwstenen pasten goed bij de club. En we moesten dat herkenbaar maken voor iedereen. Nou, daar heeft Ernest een belangrijke rol in gespeeld. Uiteindelijk gaat het over het vertalen naar allerlei vormen. Dus dat hield in, als je de bouwstenen pakt, techniek, tactiek, fysiek, mentaal en teambuilding, dat zijn de 5 bouwstenen, kan je er allerlei programma's onder hangen. En uiteindelijk moet het gaan leven, dan moeten individuele programma's gemaakt worden. Spelers moeten weten wat we van hun verwachten, maar spelers moeten het verhaal kunnen vertellen. Nou, daar hebben we heel veel herkenbaarheid aan gegeven. Michiel Pieters in de tijd zorgde ervoor dat het op de muren geschilderd werd. Hè. Het zijn allemaal rare dingen, maar er moesten veranderingen komen dat iedereen kon zien, waar staat Eindhoven nou voor? Hè? Dus als jij iets neerzet, dan staat Eindhoven voor bouwen met talent. Nou, dat is eigenlijk de slogan geweest waarop spelers ook in gesprekken kwamen. We deden daar een heel stuk, ook buiten het voetbalgedeelte, hadden we het mentale gedeelte. We hebben met Edwin Huypers action types gemaakt, om te weten hoe spelers in elkaar zitten, karakterologisch. En zo zijn we gaan bouwen om alle dingen te verbeteren. Nou, er is elke keer een schep bijgekomen. En we hadden te maken met de mensen die hier kwamen, waren eigenlijk jong en enthousiast en die wilden heel veel energie steken in Eindhoven. Dus dat had ook zijn weerslag op alles wat er omheen zat. Als je keek naar de betrokkenheid in de club, maar ook spelers die graag voor Eindhoven wilden kiezen. En we hadden helemaal niet veel te bieden in salaris, maar vooral in faciliteiten. Dus dat is denk ik in een notendop hoe ik dat ervaren heb, hoe we elke keer een stapje erop hebben gedaan. Ja, wat voor een plan had FC Eindhoven jou klaarleggen om toch nog te overtuigen dat je hier zou slagen? De visie, hè? Dat was vanaf dag 1 heel duidelijk. Ze werkten toen met de befaamde bouwstenen, zeg maar. Als spelers dat nog eens zouden horen, dan lachen ze er wel eens mee. Maar eigenlijk was op dat moment gewoon de key to de succes, zeg maar. Hè? Dat was
De visie, de manier van spelen, de rust, ondanks het feit dat er hier inderdaad het seizoen ervoor redelijk dramatisch werd gepresteerd, bleven ze volhouden aan de visie. Men was natuurlijk wel afgestapt van de samenwerking met PSV volgens mij. Dus men wou echt jongens gaan halen met een contract. Jongens die voor de club wilden spelen. En dat stond mij enorm aan. Daarnaast was ook wel, en dat is al een tijdje bekend, in Nederland geeft mijn jeugd veel meer de kans dan wat men in België doet. Dus het was voor mij persoonlijk op dat vlak een ideale stap. En dat is uiteindelijk ook wel de goede stap gebleken, denk ik. Toen het eerste seizoen volgens mij gelijk de play-offs gehaald, toen tegen Sparta. Hoe herinner je dat eerste seizoen hier? Je kwam hier als Belg terecht. Hoe herinner je dat, die tijd? Ik weet nog in het begin, want ik kwam toen van Aalst. En daar weten heel wat supporters van Eindhoven wel iets van. Toen speelde ik langs een heel fanatieke zijde. En dan kom je hier in Eindhoven en dan was het iets rustiger. Maar ik merkte wel al meteen op dat het hier een heel familiale club is. Supporters die heel dicht bij de club staan. En dat vind ik eigenlijk misschien wel het belangrijkste. Respect die van beide kanten komt. En de groep op zich was ook prima. Jonge jongens, talentvolle jongens. Jonge jongens die ik ook nog kende vanuit mijn periode in België. Zoals een Fries, die ook nog geïnterviewd wordt. Dus jongens waarvan ik wist van die kunnen voetballen. De technische staf die klopte. Een goede trainer, goede hulptrainer. Pascal Maas, de levende legende van FC Eindhoven. Alles klopte eigenlijk. En dat seizoen werd dat eigenlijk meteen ook bevestigd met een plek in de play-offs. En ik denk dat het op dat moment toch wel een beetje de jeugdigheid was die ervoor zorgde dat we het tegen het ervaren Sparta toen hebben laten liggen. Nu, ik weet nog toen ik van Club Brugge naar Eindhoven ging, op huurbasis, dat ik daar eerst een beetje weigerachtig tegenover stond. Vooral ook omdat ik dacht van, ik ga het bij Club Brugge maken. En ik had eigenlijk niet veel zin in een ander verhaal. Maar dat eerste seizoen, ondanks de slechte resultaten, heeft mij wel iets doen inzien dat er niet één plaats is waar het alleen maar goed is. En de mensen rondom mij in Eindhoven en de ondersteuning die ik kreeg en de warmte ook binnen die club, dus sprak mij zelfs nog meer aan op dat moment. En dat was iets wat ik nog meer nodig had dan toen ik bij Club Brugge zat. Want ik kwam uit de blessure en ik werd eigenlijk gewoon supergoed opgevangen. Van mijn aankomst bij Eindhoven was ook niet echt super... Ik weet niet of Hans daar iets van verteld had, of niet? Nee, dat zou ik dan wel niet verteld hebben als het, iets, als het niet helemaal goed was. ik ga het even kort vertellen. Dus ik kwam eigenlijk voor een testwedstrijd mee aan het begin van het seizoen. En dat is eigenlijk gewoon volledig fout gelopen. Ik kwam er aan en ik had op dat moment heel veel last van inspanningsastma. Ik had mijn medicijnen niet bij en... Ik kreeg daar een aanval terwijl ik testwedstrijd moest beginnen en moest invallen. En ik kon niet eens invallen, dus ik heb eigenlijk geen testwedstrijd gespeeld. Ik ben helemaal meegegaan naar een, ik weet niet, dat is ergens een stukje eiland rond de kust van Nederland of zo. Ik weet niet hoe het heet. Maar ja, in middle of nowhere, maar totaal geen wedstrijd gespeeld en direct terug naar België. Dus, en toch heeft Hans eigenlijk het geloof in mij behouden na zo'n dramatische aankomst. Hoe zou je die spelersgroep van toen omschrijven? Met al die combinatie van heel veel Belgen en een aantal Nederlandse jongens. Je had het jonge talent, het jonge geweld, die werd gecombineerd met een aantal ervaren spelers. Jens van Zon, Toko, Tom Meuters in doel. Dat waren heel belangrijke sleutels in het succesverhaal toen. Maar het belangrijkste was voor mij, denk ik, op dat moment, we waren een team. Als je dat vergelijkt met een aantal jaar later, misschien is dat nu niet nodig om te zeggen, maar toch doe ik het. Met Ricardo Moni zat hier ook een heel goed elftal. Maar het waren veel meer individuen. Terwijl dat de jaren ervoor, met de jongens die we toen hadden, echt wel een heel hechte groep was. Toen je die vraag stelde van wie heeft je daarin overtuigd? Of om daar zo lang te blijven ook, moet ik misschien ook wel echt het even hebben over Jean-Paul de Jong. Omdat, ik weet nog, op dat moment was ik een heel opvliegend persoon. Zeker op het veld, dus ik kon heel makkelijk over hele kleine situaties me heel erg opwinden.
En de band dat ik had met Jean-Paul de Jong, heeft hij mij eigenlijk daarin echt wel veel beter gemaakt. Ik ben heel erg veranderd als speler onder zijn trainerschap. Hij heeft mij echt heel veel bijgeleerd in dat opzicht. En ik denk dat het ook wel een stuk de kracht was de samenwerking daarin tussen spelersstaf en spelers. Dus zeker de samenwerking Jean-Paul, Maurice en dan Pascal. Want Pascal mogen we echt ook niet vergeten, want die verzet echt bergenwerk achter de schermen. Dus ik wou dat toch nog even zeggen ook. Dat is wel mooi inderdaad, dat een trainer jou dan niet alleen als voetballer, maar ook een beetje toch ook wel als mens, zeg maar, daarin kan veranderen. Ja, want wij zijn vaak na de training daar nog een uur of twee uur gebleven. En dan ging dat niet over wedstrijdbeelden kijken soms. Dan ging dat gewoon over een potje darten bijvoorbeeld. Jij tegen de trainer. Maar dan stelde Jean-Paul de regels op. En ja, dan was je eigenlijk sowieso klaar om te verliezen. Want hij veranderde de regels constant. Maar dat maakte mij wel echt sterker. Als je daar achteraf over nadenkt, dan ja... De frustraties tijdens die spelletjes, die hebben mij echt geholpen om veel beter om te gaan met bepaalde situaties. En dat is eigenlijk echt heel slim geweest van hem. Dat heeft hij mij persoonlijk zoveel beter gemaakt. Gewoon eigenlijk spelenderwijs. En dat is wel echt sterk. Deed het echt met alle jongens? Of was dat gewoon persoonlijk omdat jullie gewoon met z'n tweeën gewoon een persoonlijk hele goede band hadden? Ik denk dat wij samen wel echt een hele goede band hadden. Maar hij deed dat met veel spelers. Ik denk dat met Maxime heeft hij dat ook sowieso gedaan. Het gebeurde vaak dat hij ging... darten of pingpongen met bepaalde spelers. Maar hij deed het alleen maar met spelers waarvan hij ook wist dat hij kon winnen. Ik denk dat hij nooit zou pingpongen met Branko of met Tom Muiters, want die waren daar gewoon veel te goed in. Dus dan wist hij ook van, als ik nu de regels ga buigen, het maakt niet uit, ik verlies toch. Dus dan speelt hij ook niet. Dat moet je ook wel zeggen. Want hij wist gewoon dat hij tegen mij... Dat hij mij tegen mij gewoon kon winnen. Dus daarom speelde hij ook met mij, denk ik. Maar het heeft mij in ieder geval heel, heel veel bijgeleerd. Was uiteindelijk ook de sleutel tot succes wat in die jaren geboekt is. Wat zich ontwikkeld heeft tot uiteindelijk een recordseizoen met 80 punten. Ja. Als je kijkt hoe dat tot stand is gekomen. Als je elke keer kan behouden wat goed is. En je haalt weer jonge talenten die precies weten wat er gevraagd wordt op posities. Hè. We hebben heel erg gekeken naar, dat doen we nog, hè. Nu werk ik aan de andere kant van de voetballerij. We kijken heel erg waar spelers heel goed kunnen. Want uiteindelijk gaat het over, als jij een speler ziet, zie je alle plussen en de minnen. Wij vonden dat de spelers die hier kwamen voetballen, die moesten iets in kwaliteit hebben. Was dat nou in een stukje fysiek of techniek of tactiek. En dan ging het erbij dat we heel goed konden uitleggen en definiëren van waar het over gaat. Hè. Je moet fit zijn, fit worden en fit blijven. Dat hield eigenlijk in dat je kijkt in het succesjaar, want daar heb ik natuurlijk teruggekeken. Had je eigenlijk een smalle kern met heel veel wedstrijden met dezelfde ploeg. En daarin had het dus in de opbouw, hè, dus, ik vertel, onder Brijs begonnen, daar werd gewoon heel veel geïnvesteerd in fit zijn. Dus we hadden weinig blessures, we hadden een groep samengesteld met allerlei jongens die een krasje hadden. Want heel vaak merk je dat spelers op een ander niveau gespeeld hadden, die hebben het daar dan om een of andere reden moeilijk gehad. Nou, die kwamen naar Eindhoven en die bloeiden allemaal op. Dus we kregen eigenlijk de ideale mix van jonge jongens, ervaring, echt een hele goede technische staf. We investeerden heel veel in de randvoorwaarden, zowel het stadion, de faciliteit, maar ook in de staf. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in, als je een plan hebt en elke keer een stapje beter, iedere dag beter worden, ja, dan heb je kans dat je promoveert. Alleen op dat moment was NEC de kloppen ploeg. En de grootste teleurstelling was meteen niet dat we niet promoveerden, maar dat we meteen uitgeschakeld werden in de play-offs. We hadden echt het idee dat we klaar waren voor de Eredivisie. Want jullie hebben wel echt een recordseizoen neergezet toen in 14-15 met die 80 punten. Ja, dat was eigenlijk voor iedereen denk ik wel redelijk onverwacht om tweede te worden. Tenminste voor de supporters vanuit onze kant. Ja. Wat waren eigenlijk de doelstellingen die jullie op het begin gemaakt hadden met elkaar? Want ja, tweede worden met een belachelijk hoog aantal punten. Hebben jullie dat van tevoren ook uitgesproken? Nee, zeker niet. Maar de ambitie was er wel om zeker in de linkerkolom te eindigen. We hadden ook wel dat gevoel en dat voelde je ook wel van het bestuur uit. En
Hans en trainers uit dat ze een kern hadden gemaakt die wel echt kwalitatief genoeg was om mee te draaien in de linkerkolom. En zelfs toen het goed ging in het begin, of na een tijdje, hebben we nog niet uitgesproken dat we voor die bovenste plaatsen gingen. Op een gegeven moment zeiden we top 5, dat al helemaal goed zou zijn. Want ja, daarvoor denk ik dat we op de vijfde plaats of vierde plaats eindigen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het zodanig draaien en dan sta je ineens mee bovenin. Op een gegeven moment was NEC wel echt veel te sterk voor de rest. Maar ja, dat we tweede zouden eindigen, dat had niemand gedacht. Nee. Wat was binnen dat team eigenlijk een beetje de sleutel tot het succes? Wat maakte jullie team en jullie speelsysteem bijvoorbeeld, wat maakte dat nou zo goed ten opzichte van teams die een dubbel budget hadden, maar toch niet zo presteren zoals jullie deden? Ik denk dat er heel goed gekeken is geweest naar welke type spelers er samen passen op het voetbalveld. Het ging niet alleen over het voetbaltechnische, maar het ging ook over karakters die samen zouden passen in het team. Dus ik weet nog dat ze gesprekken hielden ook met spelers die aangetrokken zouden zijn en dat ze de Hans daar ook samen met Edwin dan, Edwin Huibers, vaak ook spelers gewoon eigenlijk de deur uitgezonden hebben, omdat ze waarschijnlijk of de verkeerde woorden gebruikt hebben of de verkeerde indruk achtergelaten hebben. Dat het karakter ook gewoon niet binnen het team zou passen. En dat is wel een groot verschil geweest met andere seizoenen, dat daar heel veel aandacht is aan geschonken. En ja, ik denk dat het plaatje gewoon volledig klopte. Plus, we hadden ook gewoon echt een sterk team, hoor. Ervaring gemixt met jong talent en een paar hele goede jonge spelers die dan topseizoen draaiden. Past allemaal goed in elkaar. Was er een moment in het seizoen waarop jullie als spelersgroep echt dachten van shit, nou kan het gaan gebeuren, nou gaan we er echt gewoon vol voor. Dit is echt, ja, deze drempel zijn we nou over en nou is niks onmogelijk. De wedstrijd tegen NEC thuis, net na nieuwjaar. Want NEC was natuurlijk de sterkste ploeg in de competitie, denk ik. Maar de manier hoe we hier NEC hebben weggetikt, 3-0 gewonnen, het voetbal dat we hier hebben gespeeld, dat was toen echt voor mij persoonlijk, ik denk voor heel veel spelers, het moment van we kunnen wel heel nederig blijven doen. En dat hebben we uiteindelijk ook wel gedaan, maar we mogen iets meer ambitieus zijn dan dat we misschien nu hebben laten blijken. En ik denk dat we toen ook voor de eerste keer ook openbaarlijk hebben gemaakt van we willen promoveren, we willen meedoen. Maar die wedstrijd was voor mij echt wel het bewijs en de bevestiging ook van we kunnen heel veel bereiken met deze ploeg. Ik denk vooral, als je kijkt naar dat seizoen, ik weet dat NEC op dat moment een spelerselectie had die echt wilde zorgen dat ze gingen promoveren. Die zijn denk ik boven de 100 punten gekomen. Als je kijkt wanneer het moment was in wedstrijden, zag je vanuit de speelwijze, we deden heel veel speelwijzeontwikkeling. Ik geloof heel erg dat bij een club die ontwikkelt, moet je zorgen dat jouw speelwijze in de verhouding 70-30, hè? Dus eigen ontwikkeling, gameplan, ten opzichte van de tegenstander. Dus iedereen wist wat Eindhoven ging doen, maar het was dusdanig getraind, hè? Vooral de manier van balbezit spelen, het opbouw, de patronen. Daarin voelde je in wedstrijden, zat er gewoon rust in. Dus ja, dan voel je, als je in een bepaalde flow zit, daar hebben we het dan altijd over, dat het niet uitmaakt als je een keer een goal tegen kreeg. We wisten toch dat we de specifieke kwaliteiten hadden. Dus eigenlijk is dat in de loop van het seizoen, krijg je steeds meer het gevoel dat je, ja, dat je gewoon geen twee wedstrijden achter elkaar verliest. Omdat er dusdanig vertrouwen in de groep zat. Dan maak je ook zo'n seizoen mee. Het eens was de NEC nog beter was. Meer ervaring, meer middelen, een bredere groep. Dus dat is denk ik het enige verschil geweest. Maar ja, veel mooie wedstrijden zijn er toen gespeeld. Wat is eigenlijk jouw persoonlijke hoogtepunt uit die tijd? Bijvoorbeeld periode titel gepakt. Je hebt een aantal goals gemaakt, onder andere Helmond uit. Mooi, hè? Ja, dat is prachtig. Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt? Je zegt het daar denk ik wel, hè. Ik heb niet veel doelpunten gemaakt. Ik heb ze altijd gemaakt vanuit stilstaande fases. De goal op Helmond was inderdaad, want we zaten toen met 10 man. En Toko kreeg toen rood in de eerste helft. En de tweede helft maak ik die
was het 0-2 volgens mij. Die strafschop, dat was een geweldig moment, maar de periodetitel was hier ook heel leuk, omdat je, dat was voor mij ook een soort van... Ja, de manier hoe we hier dat seizoen hebben gewerkt. Jean-Paul de Jong is een heel goede trainer in mijn ogen, maar ook heel veel eisen naar de spelers toe. Dus het was sowieso al qua... moet ik het zeggen? De werkethiek dat seizoen lag heel hoog. En dat je het dan op zo'n manier met een strafschop in een periodetitel tegen OS kunt verzilveren, dat was voor mij ook wel een heel mooi persoonlijk succes, maar ook een collectief succes. Maar het hoogtepunt blijft aan Helmond natuurlijk. Dat zou ik ook zeggen. Tuurlijk, ja. Ja, de strafschop tegen Helmond, ja, dat was wel leuk. Ja, ja, prachtig wedstrijd. Dan heeft iemand 2-3 uiteindelijk nog gewoon, ja, spannend geworden. Ja. Branko die met zijn linker opeens in de... Ach, geweldige goal, ja. Ja. Toen ging je ook naar het vak in. De hek is in, ja, dus ja, Helmond. Helmond uit, ja. Ja, prachtig. Goh, ik denk dat ieder seizoen wel iets apart had. En ik denk, ben gewoon heel blij over het verhaal dat ik heb mogen meemaken. Dat we eigenlijk vanuit het niets iets neergezet hebben. En dat we stap voor stap zijn blijven groeien. En dat eigenlijk is blijven aanhouden, ja, tot het laatste seizoen, waarin ik me dan blesseer, dat iets minder was. En het jaar daarvoor was misschien ook al net iets minder, maar ja, die play-offs die ik gespeeld heb, 80 punten gehaald. Inderdaad, die Lichtstad derby, maar dat vind ik eigenlijk nog niet zo'n prestatie, want dat blijft gewoon een voorseizoenswedstrijd. Dus, maar goed, het is wel een ervaring. En persoonlijk denk ik, mijn beste seizoen was dat seizoen, ook van die 80 punten. Ik denk dat ik 9 doelpunten maak en 8 assists geef of zoiets in dat seizoen. Dus ja, ik denk dat wel persoonlijk mijn beste seizoen was. Qua statistieken, hè, want ik denk dat ik misschien nog voetballend betere seizoen gespeeld had, maar qua statistieken was dat sowieso wel mijn beste seizoen. Uiteindelijk gaan jullie dan naar die periodetitel, gaan jullie play-offs in. Dat blijft voor velen natuurlijk een open wond. Hoe gingen jullie daar als elftal, hoe werkten jullie dan naartoe? Het doet pijn hoor. Hoe werkten we daar naartoe? Volendam uit, gingen we op hotel in Volendam, Van der Valk. De technische staf had een compilatie gemaakt van een aantal leuke beelden, zeg maar, van het voorbije seizoen. Met een leuk muziekje erachter, supportersbeelden erbij. Ja, was toch wel een kippenvel momentje. En toen, ik weet nog, we kwamen op Volendam. Dus in het stadion. En een hele delegatie, volgens mij, van het bestuur stond al op het veld. Toen wij net toekwamen met de bus. En die applaudisseerden ons al alsof dat we de helden waren van Eindhoven, zeg maar. Het besef dat je toen kreeg van hoe belangrijk deze wedstrijd kan zijn voor de club FC Eindhoven, maar eigenlijk ook voor de stad, want iedereen praat over PSV, maar ik vind ook FC Eindhoven is een deel van de stad. Dat besef dat je toen kreeg, dat was immens. De verantwoordelijkheid die je droeg was groot. De voorbereiding dan in de kleedkamer, ja... Je zit in een bepaalde soort trance. Ik weet niet of je dat begrijpt, maar je zit dus in een bepaalde soort beleving in je hoofd. Je kunt dat moeilijk omschrijven. Ik kan me er ook niet veel meer van herinneren, maar de focus op dat moment was zo groot. Want je speelde ook wel eens voor Volendam. Die waren toen ook top 5 geëindigd. Dat was ook een goede ploeg, hè? Met Marengo, met Kuas, met Brands. Daar zaten ook gewoon heel goede spelers. Dus iedereen praatte wel eens waar over FC Eindhoven, die op voorhand al als kampioen werd beschouwd van de promotie, maar, of van de play-off, sorry. Maar we wisten eigenlijk donders goed dat het niet zo evident ging zijn tegen heel sterk Volendam. Ja, uit inderdaad. Verlies je daar ongelukkig met 1-2. Ja, redelijk zweegt. Ja, onnodig, ja. Volgens mij. Ik zal het maar kort houden erover. Ja. Maar uiteindelijk ga je dan hier thuis ga je met een achterstand die wedstrijd in. Je speelt 90 minuten lang. Geweldig voetbal, maar die bal die wil er maar niet in. Hoe frustrerend is zo'n moment? Ik weet niet wie er in het doel stond. Was dat Zwarthout? Ja. Die speelde volgens mij de wedstrijd van zijn leven. De,
Ja, op het moment zelf, zoals je zelf zegt, je domineert de wedstrijd weer, je speelt het voetbal zoals je altijd speelde al dat seizoen. Dan heb je wel het gevoel van, dit komt goed, maar dan mis je kans na kans. Ik zeg niet dat er paniek begon te sluipen in de groep, maar op een bepaald moment ga je wel eens denken van, kreeg je het deksel op de neus. We hebben het volledig aan onszelf te verwijten. Daar blijf ik bij. Het blijft pijnlijk natuurlijk. Je moet een dosis geluk hebben, maar ja, het blijft. Het is de trein die heel wat spelers konden nemen om een stap hoger op te zetten, ofwel met de club, ofwel individueel gezien, die we niet hebben kunnen nemen. Want ik denk, als we die wedstrijd hadden gewonnen, ik zeg niet dat we dan sowieso gingen promoveren, maar als we die wedstrijd hadden gewonnen, dan speel je nog wel eens tegen de Graafschap, wat ook niet makkelijk is. Maar onze eerste horde was genomen en dan... Ja, want je miste de eerste horde al het seizoen ervoor tegen Sparta. Hè? En ik daarnet zeg ik van die jeugdigheid. En... Maar ik praat er niet graag over. Nee, ik wist dat we erover gingen praten toen ik naar hier kwam, maar ik praat er echt niet graag over, omdat het, denk ik, voor heel wat spelers en ook voor deze club echt de kans was om zichzelf in de Eredivisie te kunnen steken, hè, als het ware. Want als je nu ziet met RKC bijvoorbeeld, bedoel, je hebt maar 1 jaar nodig of 2 jaar. Kon het er hier helemaal anders uitzien, aan de Alsterweg. En net ook zoals voor de spelers op dat moment. Want op een gegeven moment zat het geloof er echt in dat we naar de Eredivisie zouden gaan. En dan begonnen daar ook over te spreken met elkaar. Natuurlijk gaat het op een gegeven moment over een contractverlenging. En dan ben je daar ook over bezig, van ja, wat zouden we doen? En iedereen had eigenlijk het geloof en de ambitie om met Eindhoven naar de Eredivisie te gaan. Want verschillende jongens kregen aanbiedingen van andere clubs. En er zal wel ook eens rond de tafel gezeten hebben, maar er is bijna niemand vertrokken in die periode. Dus dat zegt ook wel al iets. En inderdaad, ja, trainers hebben dan wel vaak die stap gezet. Maar er waren ook stuk voor stuk gewoon hele goede trainers. Ik kan alleen maar lovend over zijn, hoor. Ja. Want was er ook echt een bepaald punt, bijvoorbeeld een gewone wedstrijd, dat jullie dachten van ja, jongens, nou kan het echt gaan gebeuren. Nou zijn we echt, ja, nou zijn we zo sterk, nou kan niemand ons meer aanpakken, nou gaan wij gewoon doorstoten naar die Eredivisie. Was er een bepaald moment dat ja, dat was? Dat dachten wij dus toen we de play-offs in gingen, hè? Tegen Volendam. Ja, dus echt, kijk, ik krijg er weer kippenvel van. Ik denk dat niemand, of dat de kans nooit zo dichtbij is geweest als toen. Want wij hadden Volendam 2 maal geklopt in de competitie. En eigenlijk heel gemakkelijk zelfs. En dan kom je in de play-offs en dan, ja, dan is het toch blijkbaar een andere soort vibe. En wordt er iets anders gevraagd. Want daar hadden we heel veel moeite met Volendam. En ja, daarna, als stel dat we Volendam hadden uitgeschakeld, dan kwamen we uit tegen de Graafschap. Ja, ik denk, we waren gewoon veel beter dan die twee teams. We hadden het moeten over de streep trekken en dat hebben we niet gedaan, helaas. Ja. Ja, klopt. Hoe heb je de jaren daarna nog beleefd? Nou, ik had toen natuurlijk het jaar daarna met Mitchell van der Haag had ik die knieblessure. Dat is ook wel een serieuze domper geweest voor mij persoonlijk dan. Omdat ik ook eigenlijk net op het moment stond om een heel mooie transfer te maken. Maar het is nooit meer hetzelfde geweest, zoals die eerste 2 jaar. Voor mij dan. Met Mitchell was het natuurlijk ook een topjaar. Want dan win je zelf nog een wedstrijd in de play-offs tegen NAC. Maar door die knieblessure heb ik eigenlijk het nooit meegemaakt zoals ik het de eerste 2 jaar heb meegemaakt. Maar eigenlijk sinds het vertrek van Hans Mulder, Mitchell van der Haag, Edwin Huibers, heb je het wel stilletjes aan een beetje zien zakken, zeg maar. Ik zeg niet dat het onder Harm van Veldhoven slechter was, want nogmaals, als je de groep toen zag, je Tikanepeel, Mart Lieder, Darje van de Buis, Rai Vloed, Branko van der Boom. Ja, dat is topspelers, hè. Maar het was minder een team. En dan
ja, kwamen andere personen deze club leiden en dan zag je het stilletjes aan wel zakken. En dat was ook eigenlijk de reden waarom ik dan na 5 jaar op het einde van het contract had gezegd van kijk jongens, het is mooi geweest. Ja, begrijpelijk als ik het zo hoor wat er allemaal plaatsgevonden heeft hier. En, Ja, kijk, jullie als supporters, jullie zien dat natuurlijk niet altijd. Maar als je zag wat we de periode onder Hans Mulders hebben gehad, met begeleiding ook, hè, want deze club heeft een beperkt aantal middelen maar. Hè, we hebben geen budget van miljoenen, zeg maar. Als je ziet wat we toen als spelers allemaal kregen in onze schoot geworpen, hè, van shakes, GPS-trekkers, diëtistes, physical coaches, Nick Segers die nu naar Twente is. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend bij eredivisieclubs en topclubs misschien in de keukenkampioendivisie. Maar voor een club als FC Eindhoven is dat totaal niet vanzelfsprekend. En als je dat dan allemaal ook ziet weggaan na een paar jaar, sommige mensen die zeggen van je hebt dat allemaal niet nodig en dat hoeft allemaal niet en noem maar op. Gemiste kans. En jammer dat de visie die we toen hadden, zeg maar, als club, dat niet is doorgetrokken geweest met de andere personen in kwestie.